Ik vermoed heel sterk dat het een verkorting is van costume en play en gameplay of god weet wat. In ieder geval kom ik erop neer dat er een heel hoop manjakken zijn of gewoon hobbyisten, zal ik het een beetje vriendelijker zeggen, die zich, elke excuus is goed om zich te mogen uitdossen in manga-figuren, in figuren uit van die tekenfilmpjes en in gamefiguren. En dat gaat heel ver, hè? Ja, die gaat heel ver, er staat ook geen leeftijd op. En dat is soms wat jammer, maar oké. Alleen naar boven, naar onder niet zo. Ja, inderdaad. Maar wat gewoon geweldig is, daar waar je thuis als een beetje een overtuigingskracht moet tonen voor een vriendin. Ah ja, niet allemaal, maar... Een nurse outfit. Ja, een van die kostuumpjes mee een pruik op te krijgen. Hier doen ze het gewoon vrijwillig, Frank. En het zijn erom niet echt van die aardselijke dames. Hè? Nee, er zitten echt wel heel knappe dames tussen. Ja, en die eigenlijk... vrijwillig zich dus transformeren naar... figuurtjes die zijn ontsproten uit het brein van hoe mannen denken dat vrouwen er moeten uitzien. Dus... Prachtig! Maar het is dus eigenlijk niet zo dat zij denken van het is carnaval, laten we ons omkleden. Nee. Het is hardcore hobbyisme. En het is heel hard ook zo'n beetje exhibitionisten, want ze gaan er echt staan en ze wachten tot mensen hun komen fotograferen. En die poseren dan heel netjes. Heel netjes. Oké, geniet ervan. Bum 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 bum.